Hallo! Hallo! Ik ben Julia! Oké, Julia, vertel, wat is er? Nou, wij moeten nu tegen jullie spelen. Oh. Het wordt een leuk potje. Ja? Ja, dat is het. Oh, jij bent... Beter laat je ons even winnen. Nee. Ja. Nee. Ja. Oh, ik sta voor lul, sorry, ik ga weer weg. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag staan wij op het hockeyveld. We zijn al een tijdje aan het spelen. Hoe vind je het, Bryson? Ik vind om eerlijk te zijn op zich wel leuk, maar ik ben niet zo sportief. Dat is wel jammer, maar ik heb het wel naar mijn zin. Het ziet er toch fantastisch sportief uit, jij. Word een stomp, Jeffrey. Nee, dank je. Ik heb vroeger zo over hockey gezeten en ik dacht, nou, laat ik eens keer de club eens keer een warm hart toedragen om een filmpje te maken. Want iedereen heeft er maar over voetbal. Katwijk is voetbal. We hebben 5 voetbalclubs voor de mensen die dat niet weten buiten Katwijk. En het is alleen maar voetbal, voetbal. En we dachten, laat eens keer hockey in het zonnetje zetten. Doe alvast even een duim omhoog als je hockey leuk vindt. Dus ik denk dat we heel veel... Nee, Jeff, dat is kut. Elke YouTuber die deze zegt in de eerste minuut al, doe een like. Geen like doen. Pas na het eind van de video. Anders is het niet leuk. Hockey meisje. Wat de bedoeling is dat wij eigenlijk jou gaan meenemen naar de club. Dus je wil me sportief maken? Ik wil jou sportief maken en ik wil jou enthousiast maken voor de hockey. Nou, ik zie veel eten en bier, daar word ik enthousiast van. Kijk, oh, ik ga iemand voorstellen. Kijk, let op. Filip! Ja! Ha! Hi. Hoe is het? Ja, prima, prima. Hey, dit is Bryson. Hallo. Hi Bryson. Ja. Hij pakt gewoon een microfoon af. Ja. Wat is deze familiedag? Waar is het voor bedoeld? Deze familiedag is bedoeld om jong tot oud te laten hockeyen met elkaar. En dat, nou ja, je ziet het, dat lukt erg goed. Vertel, zit jij op hockey? Nee, zeker niet. Oh, wat vind je van hockey? Ja, ik Heb je een leuke dag? Ah, zeker. Ja? Ja? En wat vind je van de sporthockey? Nou, een beetje kut. Helemaal niks eigenlijk. Ja, wel gezellig. Ik wil het gewoon even goed aankondigen allemaal, hoe leuk het hier is. Hockey doe je met een stokkie. Het is wel negatief allemaal hoor. Nou, voor de rest heb ik er niks over te zeggen. Nou, lekker met z'n allen fanatiek bezig zijn. Dat is een tiefe sport. Wat doe je hier? Hockeyen. Wat maakt hockey zo leuk? Nou, het is een hele leuke teamsport. Ja. Ik zie alcohol. Ja, dat is ook leuk. Met heel veel bier zag ik. Sommigen drinken een biertje, ja. Maar we houden het ook allemaal in de gaten dat het niet overmatig is. Oké. Ja, in ieder geval niet onder de 18, toch? Dat sowieso niet. Ik heb al lang niet gehockeyd, dus mijn longen voelen aan als de Sahara. Er zijn nog geen lekkere wijven of zo hier, dus ja, je kan beter gewoon weggaan. Ja. Maar je komt alleen voor de vrouwen dan? Nou ja, mijn zusje is hier, dus kwalijk kijk naar mijn zusje. Oh, ik weet niet, dit gesprek escaleert volgens mij. Wij zijn altijd op zoek naar jongens die lid willen worden, maar natuurlijk meisjes zijn ook nog steeds van harte welkom. Nou ja, hockey, nee, serieus, ik vind hockey echt een leuke sport. Het is gezellig. Wat vind je van je zusje? Nee, ik bedoel gewoon eens mijn zusje om te kijken, niet om... En haar vriendinnen? Nee. Blijf dan die constant doorfilmen als er niks is. Nee, ik vind het is geen sport die voor mij is bedoeld, bestemd. Maar, eerlijk zeggen. Maar, wat vind je het algemeen van hockey? Wat doe je van de mensen die het doen? Ik vind het kut. God. Ik krijg het gewoon niet. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Hey, wat vind je van hockey? Kut. Ja, ik vind hockey ook wel een leuke sport. Ik vind alleen, het is geen contactsport, weet je wel. Je mag geen contactsport. Ja, je mag geen overtrainingen maken, dit en dat. Deed mijn voetbal hebben dat wel, natuurlijk. Ja, nou, mijn jongens doen allebei aan hockey, dus dat vind ik gewoon leuk om te kijken. Wie zijn je jongens? Verder ben ik nou niet echt heel erg van de hockey, hoor. Oké. Okay. Rens en Jeroen. Jeroen is hier. Jeroen 071. Weet ik niet. Op Instagram. Oh, is zo? Oh, dat weet ik niet. Nou, dit is Jeroen 071. Hallo. En jouw moeder weet niet wat jij op Instagram uitspookt. Ja, kan kloppen. Ja, ik heb net al gezegd, ga je trui knippen of zo? Ga je trui knippen? Nee, ik probeer een beetje te framen. Ik kan nou zeggen dat ik het een supersport vind, maar... Ja, doe even. Gaan we niet doen, Nee. We moeten spelen, kom. Bryson, we gaan een stukje uitzoeken. Ja, ik wil een roze. Tot je navel komen. Ik wil een roze. Ik ga even kijken tegen wie we moeten. Wat zeg je? Oh, hallo! Hallo! Ik ben Julia! Oké, Julia, vertel, wat is er? Nou, wij moeten nu tegen jullie spelen. Oh. Het wordt een leuk potje. Ja? Ja, dat is het. Oh, jij bent... Beter laat je ons even winnen. Nee. Ja? Nee. Oh, ik sta voor lul, sorry, ik ga weer weg. Ilena. Salam alaikum. Oké. Ja, Bryson, die wil graag een keer winnen. Ja, wij ook. Wij willen ook winnen. Wij hebben ook maar één keer gewonnen. Ah, oké, dus het wordt wel echt een gevecht. Ja, tuurlijk. Ik ga op doel. En jij? Ja, achterin denk ik of zo. Jij? Iets waar je niet boven te raken. Jij? Ik heb honger. Jel, jel, jel! Podcast wint wel! Hey!
rechts voor. Bryson links voor. Nou ja, oké, opletten. Maar waar gaan jullie wel inmaken vandaag? Jullie zijn heel slecht, heb ik gehoord. Ja, ik ga zo. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Niks. Dit is een vriendelijke ontmoeting, maar ik ben heel aardig tegen hem. Oh, oké. Okay. Ja, ik krijg zo wat dingen. Jamie, zeg, wil jij even gewoon even iets heel intimiderends tegen haar zeggen, zodat we gaan winnen, weet je wel? Kijk eraan. We gaan sowieso verliezen. Voor wie ben je het meest bang van ons? Niemand. Ja, ik heb het eigenlijk best wel naar mijn zin. Oh, dat is mooi. Ja, wat vond je van de meiden hier? Mooi. Kijk, Jeffrey, wat doe je? Jeff, wat gebeurde er? Nee, goed zo. Ja, het was hoog. Het mag niet hoog. Mag hij niet hoog? Ja, mag niet hoog. Even positief, kom op. Je kan heus wel wat positiefs vertellen. Leuk voor de vrouwen. Leuk voor de vrouwen. En wat vind je van de mannen die doen? Sport. Homo's. Dat is geen mannensport. Sorry. Wat is mis met homo's? Ja, nee, die zijn mannen met... Ja, nee, mannen die op hockey zitten, die moeten gewoon alvast uit de kast komen. Gewoon moeten... Dus jij wilt zeggen dat al die 100 mannen die hier zitten... Ja, die zijn allemaal homo. Wat vind je ervan wat mensen zeggen, hockey is voor homo's? Ja, het valt terecht. Ja. Daarom zat ik erop. Ik zie een soort van homo-vlag slash Nederlands elftal. Ja, ik weet niet wat het is. Het is van de Zeeman. Ik sprak net een paar gasten en die zeiden dat alle jongens die op hockey zitten homo's zijn. Nou, vind ik onzin. Wat vind je van die gasten? Oh, kijk! Ga jij eens even bij zitten, jij? Ja, ga jij eens bij zitten. Meneer, legt u aan deze man even uit waarom dat niet zo is. Hockey is toch gewoon een leuk sport? Ja, joh. Voor mij niet. Alle jongens die op hockey zitten zijn homo's. Oh, dit is een hele stemmen. Geen commentaar. Ja, vind ik niet. Waarom zou hockey een homosport zijn? Er zitten gewoon heel veel meisjes op, maar als je kijkt in de rest van het land, dan zijn er zat jongens die ook op hockey zitten. Alleen in Katwijk is iedereen gewoon voetbal en dat wordt gewoon niet gewaardeerd hier. Ligt dat aan de Katwijkers? Nou, dat weet ik niet. Ze zijn hartstikke aardig hoor, maar ze worden voetballend opgevoed. Ik sprak net een paar van die puberale jongens die zeiden, hockey is alleen voor vrouwen. Ja, is ook zo. Ik heb geen referentiekader. Zijn brein is nog niet helemaal ontwikkeld, maar over 5 jaar kijkt hij terug en denkt hij, oh, wat was ik kut bezig. Inderdaad. Ja, dat zie ik dan wel. Dat zie ik dan wel. Oké. Okay. Ik geef jou de microfoon, doe even iets positiefs. Goedemiddag. Alle jongens die op hockey zitten zijn homo's. Wat vind je ervan? Dat vind ik wel cool. Waar komt dat vandaan? Omdat ik denk vroeger vooral veel meisjesport was. Oké. En wij kiezen gewoon de andere partij. Ja, dus jij bent speciaal, jij bent anders dan anderen. Wij zijn allemaal speciaal, iedereen individueel. Ja, ik zit even heel goed na te denken. Het is niet eens zo, maar oké. Nou, oh, zie je, het is niet eens zo. Is hockey nou een hardere sport dan voetbal? Ja. Vertel, waarom? Ballen is harder, je krijgt vaker een stick op je lichaam of zo. Dat klinkt wel heel gay. Oh ja. Ja, nee, niet zo bedoel. Nee. Ja, sorry dat ik homo zei voor iedereen jongen die op hockey zit, maar hou je bek gewoon dit, vuilig. Is hockey een homosport? Nee. Nee, hè? Nee. Gelukkig, weer positiviteit. Sorry voor degene, voor de jongens die op hockey zitten, het is niet gay. Het is gewoon een normale sport. Blijf je ding doen en bereik er wat mee. Joejoe! Shoutout naar je Hanekam. Ja, thanks. Ja. Ja. Ik laat je wat zien, ik heb een foto hangen daar. Kom, we gaan. Ja, ja, ja. Ja, Jeff. Hey, hier staan wij samen op. Ja, dat klopt. Kan je nog wat over die tijd vertellen? Ja, ik kan me die wedstrijd nog wel herinneren. Jij niet meer? Nee, niet echt. Waar was het dan? Dat was een uitwedstrijd op Leiden. En daar werden wij kampioen. En hoe kon het überhaupt? Want ik was fucking slecht. Ja, niet door jou in ieder geval. Dat kwam zeker niet door jou. Mis je me? Nee. Nee. Mag ik jij zeggen? Ja, dat mag. Wil jij een shout-out doen naar deze club? Een shout-out? Een shout-out. Ja. Moet je me even helpen? Ja, kom allemaal hier hockey, het is superleuk. Dus ja, doei! Nou, dit is hockey, Katwijk ligt daar en Koen gaat verder vertellen, want ja. Nee. Sorry? Moet je even helpen, we noemen dat een shout-out naar deze club doen. Ik ben met jouw generatie, jongens. Ik zou zeggen, jongens, kom naar hockey club Katwijk. Lastig dit, jongens. Ben jij nou jong en je wilt graag hockey, hè?
kom lekker hierheen. Het is veel leuker dan bij de voetbal. We zijn op zoek naar nieuwe leden. Dus ja, kom lekker hockey hier. Heb jij zin om hier gezelligheid en passie te ervaren? Kom naar Hockeyclub Katwijk. We hebben aardig wat mensen nodig. Dit is een hele goede club. Ja. Kijk, Wim Boys is natuurlijk een fantastische club. Maar we hebben ook nog ACC Katwijk. Ja, wat je daar hebt. Biertje, lekker drinken, mooi voetbal. Hockey. We hebben geen beest, maar dus speel die rol maar lekker. Geen beest. Dus ben jij 15 of 16 jaar en denk je, nou, ik vind voetbal zo kut geworden. Jongens, kom bij HCC Hockey. Het is echt een top club. En hockey is echt een leuk sport. Hockey. Ja, mooi hockey. Mooie hockeyvereniging. Het is wel zo, dat ze wel beter bier hebben hier. Dat is wel het enige voordeel. Weet je, ze hebben beter bier neer. Je wordt er minder, je kan er meer drinken, maar je wordt er minder lam van. Ja, dat was het. Ja. Nou, als je nou niet naar deze club wil, dan snap ik het ook niet. Hé, hey, jongen. Ja. Echt fantastisch. Echt. Oh, kut. Wat tatoeage. Dank je. Vind je ervan? Ik vind hem leuk. Nou mensen, dit was een superleuke podcast. Ontzettend positief. Wat is de eindconclusie van deze dag? Hockey is kut. Nee. Hockey is minder leuk dan... Hockey is minder leuk dan voetbal, maar hockey is wel op zich wel leuk als het lukt en je hebt normale mensen om er mee te spelen. Oké, okay, dankjewel. Ik maak hem af. Dankjewel. Ik heb geprobeerd om het heel positief te maken, maar ja, die jeugd van tegenwoordig is gewoon vrij negatief ingesteld. Dus ik wil jullie vragen, doe een blauw duimpje omhoog voor alle mensen die dit een leuke video vonden. En als je hockey leuk vindt, doe ook een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter, want dat vinden ook te weinig. Ben je er nog steeds? Ja. Oké, okay, ik ben klaar. Abonneer. Dag! Volg me op Instagram, @Bruisum. Sowieso niet. Nee. Dag! 40. Ik vind het echt... Ik wil Vink terug. Ik wil Ramsey terug. Ik wil gaan... Kijk, het is nog enige volwassen die er is. Ik kan tenminste beter filmen.